In de jaren 60 was natuurlijk al enorm veel in beweging gekomen, maar je zou 1968 als top kunnen zien van die roerige jaren 60. Er was een rebellie van studenten in eigenlijk alle landen van de wereld. Van Parijs naar Tokio, naar Melbourne, naar Santiago de Chile en de Verenigde Staten, in Amsterdam. Overal gebeurde het. Gingen de mensen de straat op, studenten de straat op, protesteren, wilden de gevestigde orde omverhalen. En tegelijkertijd was er een enorme bevrijdingsbeweging, zou je kunnen zeggen, van de jongeren, nieuwe generatie, jeugd die rebelleerde tegen de oudere generatie, die aan de drugs ging. Drugs waren makkelijker toegankelijk, seksuele revolutie vond plaats, de pil had zijn, was geïntroduceerd, dus dat betekende een enorme seksuele bevrijding ook en zo. Dus, en de muziek natuurlijk, de muziek was ook fantastisch in die periode en dat culmineerde allemaal als een soort hoogtepunt in 1968. Echt verbonden met elkaar waren ze eigenlijk niet, want het waren vaak lokale, plaatselijke omstandigheden die het studentenprotest en het protest in zijn algemeenheid uitlokten. En in Frankrijk kwam er ook nog een gigantische stakingsgolf van met name de communistische vakbonden bij, die het hele land echt een maand lang heeft platgelegd. Dus het waren afzonderlijke gebeurtenissen, maar er zat wel een gemeenschappelijke ondergrond onder. De babyboom-generatie van na de Tweede Wereldoorlog was volwassen aan het worden. Een derde van de bevolking was jonger dan 20 of 22 jaar in heel veel landen. De toestroom naar de universiteiten was gigantisch. De toename van het aantal studenten was 2-3 keer zoveel als een paar jaar daarvoor. Dus je had een hele grote groep jongeren die allemaal, als het ware, bezig waren de samenleving te veroveren. En aan het begin van hun grote, uitdagende leven stonden. En dat was wel de gemeenschappelijke factor. Waar nog bij kwam dat een welvaartsgolf van je welste over Europa en de Verenigde Staten ging in die jaren. De welvaart nam fantastisch toe. De consumentenmaatschappij nam toe. Televisies. Plotseling hadden mensen televisie in huis en een auto voor de deur. Wat ik geprobeerd heb is om een soort journalistieke wereldreizen van te maken. Dus ik ga van de ene hotspot naar de andere. Eerst naar Parijs en dan naar Praag. Praagse lente, de poging om tot een soort socialisme met een menselijk gezicht te komen, die vervolgens bruut onderdrukt wordt door de Sovjet-Unie en de bondgenoten van de Sovjet-Unie. My Lai, het massamoord en bloedbad in My Lai in Vietnam. En dat is de hele Vietnam-context uit die periode. Vervolgens ga ik naar Chicago, waar de democratische conventie om de presidentskandidaat voor 1968 aan te wijzen totaal uit de hand loopt. Dus wordt een geweldige pandemonium aan ook gaan gevechten tussen demonstranten en politie en zo. En dan ga ik naar Cuba en Mexico. Mexico zijn de Olympische Spelen die eigenlijk verboden hadden moeten worden, want 10 dagen voordat die plaatsvonden werden er wellicht 1000 demonstranten op het plein, het belangrijkste plein van Mexico, vermoord. En tenslotte ga ik dan naar Amsterdam, wat als magisch centrum een beetje de hippiecultuur verbeeldt. Paradiso ging dat jaar open. In het Vondelpark had je de eerste love-ins en Vondelparkslapers, de damslapers en dat soort zaken. En dat maakte dus Amsterdam eigenlijk een hele hippe, bevrijdende cultuur heerste, waar vanuit de hele wereld mensen op afkwamen, jongeren op afkwamen.